Human. Fucking hell. Ik hoor meer en meer mijn type, Erik. Hè. Sorry, ik vloek alleen op mezelf. Hè. Ik vloek nooit op iemand anders. Hè. Ja. Wat hebben jullie favoriete one-liners? Er zijn twee redenen waarom de man, op... Ik zeg niks niet meer. Waarom dan een man op café gaat. Wacht, zal ik ze nemen? Hebben jullie favoriete one-liners? Nee. Probeer dat maar eens op tv te krijgen. Ja, ja, het wordt een lange avond. Ja. Ik kan antwoorden met Groucho Marx. Ik vergeet nooit een gezicht. Maar in ieder geval kon ik een uitzondering maken. Oh, sorry, dat is niet zo. Ik lachte iets later dan noodzakelijk. Ja. Nee. Oh, weet je wat mijn favoriete one-liner is? Er zijn twee redenen waarom dan een man op café gaat. Ofwel is hem getrouwd, ofwel is hem niet getrouwd. Nee, shit. Wat het zo En gewonnen, is leuk, hè? Ja, niet gewonnen, maar de volgende ronde. Ja. Nee, dat is goed, dat wel. We kijken inderdaad. Sorry, kan ik ze pakken? Nee, we zien je morgen terug. Ja, graag. Ja, dat zullen we nog eens moeten doen. Niet mee zeggen, hè? Ja, ik lag al in mijn bed. Nee, zijn we klaar, Axel? Ja. Kom, ja. Hè, met een uitleg. Ja. Axel, we zien je morgen terug. Ja, graag. Dat is heel fucking cool. Ik kwam aan, het is al zo laat. Sorry. Nee. Ja. Nee. Je moest niet nezen. Wat? Nee, ik moest niet nezen, maar ja, bedoel, door het feit dat ik dan wist dat je ging zeggen, ja, moest ik al lachen. Ja, ik lag heel rap. Ja. Dus jij zegt zo neutraal mogelijk, ja, dan. Ja, dus anders kan ik beginnen lachen. Ja. Ik zal iets anders zeggen. Oh, pas op, man. Ja. Nee, kom, zing klaar. Professioneel. Allee, ik, hè, bedoel. Ja. Axel, we zien. Allee, godverdomme, joh. Sorry. Ja, oké. Axel, we zien jou morgen terug. Ja. Dat wist ik. Maar dat wist ik. Ik kan niet meer goed. Axel, we zien jou morgen terug. Ja. Komt niet goed. Het was echt niet goed, dus straks. Nee, oké. Okay. Een tijd vooruit was het. Dus je schuift neutraal. Ja, oké. Okay. Neutraal. Ja. Ja, wacht, met mijn ik heb tranen in mijn ogen, maar. Nee. Zie je er niet. Ja. Axel, we zien jou morgen terug. Ja. Ja, kijk, stop. Ik Nee, kom nu. 2-1. Deur met applaus, godverdomme. Ja. Wat is dat? Dat wil wel eens zien. Ja. Godverdomme. Ja. Axel, we zien jou morgen terug. Ja. Dat is fijn, want morgen is er opnieuw een aflevering van De Slimste Mens ter Wereld. En daarin nemen Olga Leijers en Axel Daas leren het op tegen Frankie, alias Kaat, alias Lenendievel. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Vraag 7. Wanneer ik alleen thuis ben, drink ik gewoon wijn tot ik in slaap val. Het zijn niet mijn woorden, maar de woorden van... Sorry, verdoemen. Excuseer. Drink wat wijn. Verdoemd. Dat is ook van loyologie. Dat je dan vloekt als je verspreekt. Ja, alleen op mezelf. Ja. Vraag 7. Wanneer ik alleen thuis ben, drink ik gewoon wijn tot ik in slaap val. Godverdoemen, onnozeler. We zijn een fucking lui. Zijn er mensen die bang zijn? De meisjes mogen bij mij komen. Oké. Vraag 7. Wanneer ik fucking alleen aan het as ben. Mag ik even inspringen? Vraag 7 doen? Ja, het gaat echt heel goed gaan. Vraag 7. Allee, godverdomme onnozeler, Erik. We zullen ineens naar vraag 8 gaan, kom. Ja. Ja. Dit is calculus. We doen het alle drie niet. Heel goed. Ja. We beloven dat we doen. Ja. Oh, ja, En die app. Sorry, was het toch? Fuck. Ja. Nee, sorry.
Ja, ik zal dat helemaal hernemen. Even om te zeggen, er staan altijd nu bij welke de namen zijn van de mensen die het geraden hebben, maar dat is heel verwarrend voor mij. Dus ik denk dat we het beter doen dan ik vroeger. Erik spreekt soms mee overleden familieleden. Normaal, dat is normaal. Vraag 11. In Brabanson. Voilà, hoe zeg je dat? Een klootzak. Ja. Ja. Oké. Okay. Hoe zeg je Brabanson? Zo zeg je, hè? Ja. Brabanson. Last met dat woord, Brabanson. Je mocht ook in het Vlaams zeggen, Brabanson. Brabanson. Ja, niet. Brabanson, hè? Er zijn sommige dingen die ik niet kan uitspreken, zoals herinnering. Ja, moeilijk, ik heb ook moeilijk. Herinnering. En dit is grappig altijd. Ik herinner... Ja. Hij deed het. In mijn herinneringen aan de Brabantson. Goed. Maar het gewoon het volkslied, mag dat niet? Ja, dat is waar. In mijn herinnering. Antwoord al. Nee. Oké, okay, gaan we naar de lach? Ja, oké. Okay. Sfeer is goed. Ja. Vraag 11, Pedro. In Brabantson, de nieuwe film... Het is een fucking vieze. Ja, Bart? Zo snel kan het gaan. Ja, zo snel kan het gaan. Piepertje. Oké, ze willen dat naar huis gaat, is duidelijk. Ja. Nee, Bart. Zo snel kan het gaan. Ja. Ja. Ja, ik zal het nog eens doen, natuurlijk. Ja. Bart, nu was het voor het eerst heel spannend, hè? Zo snel kan het gaan, Erik. Zal ik iets anders zeggen? Kus mijn kloten aan jou. Nee, goed, doe maar, zit maar opnieuw. Ja. Dus nu gaat hij nog eens zeggen, zo snel kan het gaan, en dan gaan we niet lachen. Hè? Anders kunnen mensen niet duimen. Ja. Bart, dat was spannend. Ga rap gaan, Erik. Vraag 6, Pedro, voor 10 seconden. Een tijdje geleden zagen we hier een houtsnip uitpakken met zijn dance moves. Deze keer kijken we naar twee andere swingende... Godverdoemde onnoezeler. Ik vind het ongelooflijk dat jij dat... Jij zit direct in het rood. Die reactie... Dat is precies... Ja. Na 10 keer verspreken zou ik je dat... Moet maar eens nog laten zien, hè. Oké, maar komt goed. We lopen nog. Nee, het komt goed. Nu gewoon. Rustig. Ja. Hij doet dat dan niet. Nee. Nee, maar nee. Ja. Komt goed. Zeg, ligt mijn haar eigenlijk goed. Amai. Goeie. Ja. Dan zeg je zoiets. Goed. Vraag 6, Pedro. Een tijdje geleden zagen we hier een houtsnip. Godverdomme. Sorry, maar nu excuseer voor... Wel, maar al de rauwe schets zit er patatjes maar af. Chartelletjes, nee, excuseer. Vanavond. Nee, het gaat goed gaan. Ja. En anders pak jij het over. Hè. Ja. Vraag 6, Pedro. Een tijdje geleden zagen we hier een houtsnip uitpakken. Uiteindelijk, Erik, als je verspreekt, zeg je gewoon... Oh, maar dat bedoelde een kikker. En uiteindelijk over amnestie. Godverdomme, amnestie. Lul. Ja. Ja, waarom hebben we door? En dan geheugenverlies of amnesie. Niet amnestie, hè. Dat is... Sorry. En dan een film van Christopher Nolan over fucking girls. Kom, vodka. Ja. Ja, komt goed. Kobe, sorry. Het is voor uw eerste aflevering. Ik al zo'n gesoepel. Nee, ik ben onder de indruk van die presentatie. Ja. Ik ben gerust nu voor de rest van een tijdje. Ja, ja, volgende week gaan we live. En dan een film over geheugenverlies, Memento, met Guy Pearce, geregisseerd door Christopher Nolan. We gaan naar de volgende fotoronde en die is voor Cathy. Of niet? Indrukwekkend. Goed, oké. Okay. En we gaan naar de volgende foto. Fucking hell. Dat zou ik al zijn, meneer. Hebben jullie bijnamen? Wij zijn Barry en Adriane. Inderdaad, ja, klopt. Hey Barry, waar is je schat? Ah nee, die is...
Je bent de verkeerde stem aan het doen, Adriaan. Dat is Barry die zo spreekt. Begin opnieuw, begin opnieuw. Hebben jullie bijnamen? Ah, moeten we dat nog eens opnieuw doen? Ik weet niet meer wat ik... Ah ja. Oké, nu gaan we doen. Nu gaan we echt doen dat niemand dat al gehoord. Wat kei spannend. Ja. Hebben jullie bijnamen? Nee. Vraag 3 voor 10 seconden. Nu telt het echt. Hè. Je moet goed luisteren. Ik ga een zin voorlezen waaruit jullie 4 Franse steden moeten halen. En ik zal dat bovendien doen in het Limburgs. Maar ik beheers dat niet, hè. Dus dat maakt het extra moeilijk. Hè. 4 Franse steden. Hier komt de zin. Onze pa reist altijd in zijn favoriete Bordeaux blazer naar... Maar godverdomme, hè! Ja. Sorry. Rustig, Erik. Rustig, Erik. Geen probleem. Geen probleem. Ik herneem. Ja. Ja. Ik heb er al 2. Ja. Doe open die sixpack en zet je klaar daar voor de tv, want niets is zo leuk als de mensen... De 3 godverdomme, ze fucking mensen, een klootzak. Ja. Miljarden. Ja. En dat is het verschil met Luc Appermond. Ja. Kunnen we straks, nu moet het niet, maar straks de camera, het lampje. Ik zie het lampje nooit niet. Ja, steek het op de camera. Nee. Kenia. Ben je er wel eens geweest, Bieke? Nee. Ben je wel eens in Afrika geweest? Marokko, daar ben ik al eens geweest, maar dat zal het zijn, denk niet ik. Meer maar naar beneden. Nee, niet naar beneden. Nee. Nee. Jonas, jij? Nee, nooit in ook niet. Afrika. Nee. Joris ook niet? Nee, Marokko. Marokko, ja. Ja. Moet verder door. Hè. Ja. Afrika, jij bent er geweest, hè? Zeker. Stanley's route. Ja. Yep. Voor het programma, hè? Vond je het leuk? Geen Stanley's route, nee. Dat ziet dan. Ah, nee, dat is juist. Nee, wat is dat programma nu weer? Ja. Nou, ik weet het ook niet meer. Hoe heet het dan weer? Wacht, weer nemen. Livingstone. Ja, klopt. Stanley Livingstone.